Bij Van der Lande Industries is in 1986 voor het eerst grondwaterverontreiniging geconstateerd, die waarschijnlijk al in de jaren 70 is ontstaan. Toch wordt er nu pas iets aan gedaan. Als je weet dat er een verontreiniging zit, dan moet je door een aantal processen heen. Dat is samengevat in allerlei protocollen die zowel bij de gemeente als bij de provincie bekend zijn. En op basis daarvan moet je dat allemaal gaan doen door in de vorm van grondonderzoek, nader grondonderzoek, allerlei saneringsvoorstellen, saneringsplannen en noem maar op. En dat is gewoon een langdurig proces om uiteindelijk te komen tot een situatie als deze. Met een druk op de knop werd het start zijn gegeven voor een unieke biologische bodemsanering. Hierbij moet er grondwater opgepompt worden, vervolgens door filters en weer teruggepompt worden. We hebben hier heel bewust gekozen voor een heel milieuvriendelijke variant. En dat is namelijk door middel van extra stimuleren met bacteriën in de grond. Om op een zodanige manier te zorgen dat de verontreiniging die er zit, dat die gewoon biologisch wordt afgebroken. En sneller dan dat er een natuurlijke afbraak plaatsvindt. Want ook als we niets gedaan zouden hebben, dan was misschien over 50 jaar de hele verontreiniging weg geweest. Ondanks dat de verontreiniging geen risico vormt voor de gezondheid, vindt Van der Lande belangrijk om de zaak aan te pakken. We hebben natuurlijk een verantwoording ten opzichte van de maatschappij, ten opzichte van iedereen om ons heen. Dat zijn dus ook onze buren. En er vindt gewoon een transport plaats met het grondwater in de richting van de terreinen van de buren. En dat betekent dus ook dat je gewoon moet zorgen dat je na verloop van tijd zorgt dat daar niks meer overgedragen wordt. En ja, het past volledig in ons beeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen als Van der Lande Industries. En dat doen we dus op deze manier door de zaak te versnellen en niet op zijn beloop te laten. Naar verwachting is het grondwater binnen 5 jaar weer op stabiel niveau.